Een paar weken geleden was het een drukke boel op het Hardware Info Forum, want we waren bezig met de overlock-competitie van AMD Phenom 2 X2 555 processors. De winnaar hadden we niet helemaal verwacht, die kwam uit Zweden, dus een interview hier in de studio is lastig, maar we hebben hem wel via Skype nu aan de lijn. Henry de Cruijff, ofwel Me4Me. Nou Henry, leuk dat je toch op deze manier even bij ons in de uitzending wilde komen. Allereerst gefeliciteerd. Had je verwacht dat je zou winnen? Nou, eigenlijk niet. Ja, het verbaast mezelf ook een beetje dat ik eerste werd en niet tweede, zoals verwacht. Ja, want als we een beetje kijken naar de resultaten, de wedstrijd ging natuurlijk in vier onderdelen. We hadden vier verschillende benchmarks, we gaan ze daar nog wel even bespreken. Maar eigenlijk na drie benchmarks stond Rolko, die stond eigenlijk al op een positie dat hij bijna niet meer in te halen was. En bij die vierde benchmark ineens geen score van hem en jij schiet er voorbij. Ja, dat was voor mij ook wel verwacht. Rolko had eigenlijk gewoon een score kunnen posten en daar had hij gewonnen. Dat gebeurde niet, dus ja, voor mij ook een verrassing. Ja. Nou viel het mij op, bij de eerste benchmark, Superbee 1M, daar waren we mee begonnen. Toen was je vierde in het klassement, bij de tweede benchmark was je derde, bij de derde benchmark tweede en dan bij die laatste eerste. Werd jij steeds beter of werd de rest steeds slechter? Nou, geen idee eigenlijk. Ik heb gewoon geprobeerd een comfort te houden en ja, het ging steeds beter. Ja. Dus nou, beter zo dan andersom. Want even voor de duidelijkheid, welke de processor, daar ging het natuurlijk allemaal om, de Phenom 2 X2 555. Welke andere spullen heb je allemaal gebruikt in de competitie? Ik heb in de competitie maar één moederbord gebruikt. Dat was de Gigabyte 790 FXTA UE5. Ja. En dat, ja, het bordje bleek zo goed te zijn dat hij gewoon met alle benchmarks mee kon. Tegen de 98 FX chipset was het geen probleem, was gewoon vergelijkbare performance en clocks. Want in het begin van de competitie was het inderdaad zo, toen was de 890 FX was nog net niet uit. Toen waren er nog een beetje de discussies van ja, als dadelijk mensen met 890 FX borden mee gaan doen, ja, dan hebben die misschien wel een groot voordeel. Maar dat bleek eigenlijk niet zo te zijn. Die 790 FX, die is minstens zo goed. Ja, in principe wel. Ja. En dan de vier benchmarks. We hebben Superpee 32M gedraaid, of eerst Superpee 1M, daarna W-Prime 32M, Cinebench 11 en tenslotte Superpee 32M. Van de vier benchmarks, bij welke heb je het gevoel dat het echt het lekkerste ging? Nou, echt het lekkerste? Ik denk de laatste benchmark, de 32M, die is ook vaak het leukste, omdat het is niet alleen de CPU die ja, een begrenzing wordt. Ja, dus het is niet alleen de klokfrequenties, maar vooral ook wat je softwarematig er allemaal omheen doet. Ja. En het was natuurlijk ook lekker omdat het de laatste benchmark was. Je kan gewoon testen wat je wil qua voltages en zo. Ja. Dat heb ik ook gedaan en gewoon meerdere voltages in de BIOS gewoon op een maximale geprobeerd. En het schaalde ook nog, dus het hielp ook. Maar het bleek wel, je deed natuurlijk mee in de categorie onder nul met vloeibare stikstof. En juist in die categorie onder nul zijn heel veel deelnemers weggevallen omdat hun processor gewoon halverwege de wedstrijd kapot ging. Heb jij nou geluk gehad of heb je dat eigenlijk van tevoren ingecalculeerd dat je zei, nou juist bij die eerste drie benchmarks doe ik misschien maar toch nog een beetje rustig aan om er maar zeker van te zijn dat dat ding het blijft doen? Ja, vooral de eerste benchmark gewoon rustig aan met de voltages en gewoon niet te veel pushen, gewoon proberen alle scores binnen te halen. En toen de laatste twee, drie benchmarks toch wel wat harder moeten pushen. Vooral omdat de benchmarks steeds zwaarder werden, dan moet je wel hoge voltage en nou ja, vaker proberen. Nou ja, dus de testen zijn gewoon zwaar. Ja. Het resultaat was er in ieder geval naar. De hoofdprijs is inmiddels onderweg naar Zweden, is misschien zelfs al gearriveerd. Nogmaals namens iedereen bij Hardware Info van harte gefeliciteerd en leuk je even te hebben gesproken.